Ga opzij aan de lopende band influencer uitpoeper. Ga opzij op ordinair programma. Ga opzij, liefdesbrekers. Ga opzij, Temptation Island van vroeger. Bleh. Zoals iedereen weet is weer een nieuw seizoen begonnen van Temptation Island. Maar niet zoals we het kennen. Nee, dit seizoen heet het Temptation Island. Oh, jezus. Mijn schoenen zijn binnen. Kan je ze zien? Nee, je kan ze niet zien, maar ze zijn heel vet. Goed, waar was ik? Temptation Island, Love or Leave. En nog steeds gaan we kijken naar mensen die de ultieme verleiding aangaan. Alleen dit keer is het een eiland vol ex-alcoholisten en vodka. Nee, sorry, dat denk ik terug. Nee, we gaan nog steeds kijken naar stelletjes. Alleen de verleiders, die zijn dit keer niet op zoek naar lust, gebroken harten en een gratis vakantie. Nee, ook zij zijn op zoek naar de liefde. Dus we kunnen in principe gewoon zeggen dat aan het einde van het seizoen er net zoveel liefde is als aan het begin. Behalve als iemand zegt, luister, ik ben niet verliefd geworden of zo op een van de verleiders, maar ja, ik vind jou ook niet meer leuk. Ja, dat kan natuurlijk ook. We gaan beginnen met de allereerste aflevering en dat bestaat natuurlijk altijd. Het voorstellen. Wat altijd vet ongemakkelijk is. Ik snap niet waarom mensen het moeilijk vinden om zichzelf voor te stellen. Het gaat altijd verkeerd. Hey, ik heet presentator en ik werk als rijk. Nee, dus... Weet je, laat maar. Ik heb nu toch geen kans meer om seks met je te hebben. Dus oké, fuck it. Nou, voor als je nieuw bent, dat is een beetje het niveau wat we gaan aanhouden komende afleveringen. We gaan beginnen en dat doen we met Sonny en JD. Mijn naam is JD. Mijn naam is Sonny. En wij zijn alweer 3 jaar samen. Ja. Time flies. Wij hebben elkaar leren kennen via het uitgaansleven. En van de eerste date is het bij me komen wonen. En Wacht, wat? Sorry, we gaan straks verder met de aflevering. Ik heb, zeg maar, vragen. Ten eerste, was zij dakloos? Dat zou de enige reden kunnen zijn om haar direct te vragen om in te trekken. Ik was echt 3 maanden vol aan het daten en toen hadden we verkering. En toen dacht ik, nou, lijkt wel een thuisbezorgd fiets. Zo snel vind ik het allemaal gaan. Maar gewoon bij de eerste date? Hoe de fuck ging dat gesprek? Goedemorgen. Sorry, wat was je naam ook weer? JD. Je vroeg me wat af, hè? Nou, ten eerste wil ik wel zeggen, je bent prachtig zonder make-up. Dat zou je echt wel weer moeten doen. Oh, je bent model? Vet. Hey, wat nou? Als je bij me komt wonen. Vandaag. Leuk. Ik kan niet wachten om je ouders te ontmoeten. Je hebt geen ouders. Ik weet niet of jij 2 weken zonder me kan. Ik denk heel goed zelfs, dat zal je verbazen. Nou, ik denk dat we daar wel heel eerlijk in kunnen zijn. Dus dat we alle 2 echt wel onze twijfels hebben gehad van... ja, gaan we samen gelukkig oud worden? Ja, ik heb echt wel mijn twijfels gehad. Gaan wij samen gelukkig oud worden? En wat is jouw leeftijd? Wat de fuck, oud ben jij? Nee, geintje, maar jullie begrijpen natuurlijk wel dat deze grappen blijven komen. Is Sonny wel de juiste persoon voor mij? Ons deelname is eigenlijk best wel een keerpunt. Of we gaan verder met elkaar, of het stopt. Het is erop of eronder. Heel dat fucking boek. Ik heb het Temptation Island woordenboek helemaal doorgelezen. En er blijkt helemaal geen andere keuze te zijn. Je gaat verder of het stopt. What the fuck hadden we anders moeten doen? Ronde cirkel. Pleonasme noemen we het. Pleonasme. Dat stond wel in het woordenboek. Pleonasme. Dingen zeggen die helemaal niet nodig zijn. Nou, goed. Leuk stel wel. Knap stel. Maar we gaan door naar Denise en Marco. Mijn naam is Denise. Ik ben Marco. En we zijn al 3,5 jaar samen. En even een side note. Marco is een stuntman. Dat is gangster. Wie de fuck is er nou stuntman? Hey, trouwens, vaak ben je ook stuntman van iemand. Als een soort dubbelganger. Bijvoorbeeld, dit is de stuntman van Johnny Depp. En hier, dit is de stuntman van Chris Hemsworth. En deze van Brad Pitt. Lol. Hier, en dit is die van Tom Cruise. Snap je? Tom Cruise doet zijn eigen stunts. Nou, boeien, dat is helemaal niet belangrijk. De vraag is, van wie zou Marco de stuntman zijn? Ik dacht misschien van Harry van Loon. Nee, ik heb echt geen idee. Laat even weten in de comments waar Marco op lijkt. En van wie jij de stuntman kon zijn. Dan ga ik dat volgende video bespreken. Nou, goed, we gaan door. Nee, we hebben elkaar leren kennen in de sportschool. Ik weet nog dat jij binnenkwam met een bril en ik dacht van... Oh my god, Superman met een bril op. Ja. En toen gaf je mij een knipoog en toen was ik verkocht. Dit hebben mensen dus ook echt serieus bij mij. Als ik een bril op doe, dan de mensen op straat roepen zelfs van... Holy fuck, is dat...
Harry Potter? Nee, ik ben blij dat ze Superman zei. Het had echt veel erger kunnen zijn. Het had Philip Goebbels kunnen zijn. Nee, die is kaal, al maar. Ben je er klaar voor? Ik ben er wel klaar voor, maar ik vind het wel spannend. Wat ik minder aantrekkelijk vind van Denise is eigenlijk dat ze soms een beetje zoals een schildpad zichzelf terugtrekt in haar schild. En dan komt ze een beetje onzeker over. Waarom zou je dit zeggen? Dat helpt toch niet? Hey, je weet toch dat jij super vaak onzeker bent? Ja, dat is echt tering onaantrekkelijk. Dat vind ik echt lelijk. En nu ik dit zo zeg, word jij nog onzekerder en vind ik je nog onaantrekkelijker. Tot we in een soort neerwaartse spiraal komen en elke keer als ik dan naar je kijk, niks anders zie dan Shrek. Dat kan echt niet. Dat kan niet. Denise, je bent prachtig. Je hebt een stabiele relatie. Althans, dat hoop ik. Anders doe je niet mee aan Temptation Island. Waarom zou je onzeker moeten zijn? De belangrijkste reden is op het moment dat hij naar Mallorca ging. Toen leefde hij daar eigenlijk een beetje in een videoclip leven. En op het moment dat hij terugkwam, had hij mijn hart gebroken. Oké, ja. Dat is wel een voorbeeld van waarom je onzeker bent. Goed voorbeeld ook. Sterk gekozen. Maar Denise, ik kan je wel goed nieuws vertellen. Want ja, dat videoclip leven wat hij claimt te hebben gehad, zal al mee zijn gevallen. Ja, het is toch algemeen bekend dat elke guy die een keer op vakantie is gegaan met zijn maten, al begint met overdrijven van zijn verhalen op de terugweg. Ja, en dan land je in Nederland en denk je inderdaad, ik heb een videoclip leven meegemaakt. Wat helemaal niet het geval is. Waarschijnlijk ging de trio zo. Je nam twee vrouwen mee naar huis. Zij begonnen zich met uitkleden. Jij kreeg je pik niet omhoog. Sloeg een paar keer tegenaan. En toen ben je maar gaan kijken. Maar goed, dit is zijn uitleg hoe het is gegaan. Ik ben dus met een vriend naar Mallorca geweest voor een aantal dagen. Waar ik dan een soort van het vrijgezellenleven heb geleefd. En toen kwam ik terug en toen ben ik een beetje gaan twijfelen. Van wil ik wel een relatie hebben? Maar dat heeft wel een beetje een litteken achtergelaten. Ja. Wacht, nee. Wacht, is hij nou een vrijgezellenleven gaan leiden tijdens hun relatie? En de twijfel daarna is hetgene wat voor de litteken heeft gezorgd. Niet zeg maar het feit dat hij waarschijnlijk aan 25 vrouwen heeft gevraagd om mee naar huis te gaan. Waarvan iedereen weet dat er misschien één is meegegaan. En er is een grote kans dat zij dakloos was. Misschien was het JD. Van... Nee, ik vind het een leuk stel. Ik vind ze cute. Maar laten we gaan naar Carina en Gregory. Ik ben Carina. En ik ben Gregory. En we zijn 7 jaar samen. En bij hun is het best wel logisch dat ze meedoen. Of nou ja, op televisie een relatie uittesten lijkt me geen enkel universum logisch. Maar zij zijn al sinds zo jong bij elkaar, al sinds hun 17e of zo, dat ze gewoon niet weten of ze bij elkaar horen of dat ze gewoon niet beter weten. Nou, prima. Ze twijfelen gewoon heel erg aan elkaar. Allebei. Ik denk dat zij voor mij wel de ware is. En ik heb meer het gevoel van ik moet ontdekken of het gras groener is. Hey, kijk, ik wil niet vooroordelen of zo hebben, hè. Maar van alle stelletjes tot nu toe heb ik wel echt het minst vertrouwen in dit stelletje. Ja, zij gaan gewoon kijken of er iemand beter is dan de vriend. Zij gaan gewoon, hey, is iemand voor jullie beter dan mijn vriend? Ja, top! Leuk. Hey, we gaan door naar Gulcin en Sorel. Dat is het laatste stelletje en wel mijn favoriet stelletje. Ja, eigenlijk wil ik wel nu zeg maar 100 euro erop leggen dat zij niet vreemd gaan. Of in ieder geval hij niet. Ik ben Sorel. Ik ben Gulcin. Wij zijn 9 jaar samen. Ja. 9 fucking jaar? 9 jaar? Shit. Toen zij verkering kregen bestond Amy Winehouse nog. Toen zij verkering kregen waren er nog geen 7 miljard mensen op de wereld. Dat is echt waar. Ja, nu ben ik 28. Nu heb ik wel zoiets van... nu vind ik wel een mooie leeftijd om ook echt te trouwen. Er was één punt dat ik haar aanzoek wilde doen. Maar toen kwam ik erachter dat ze contact had met een ander. En dat deed me best pijn. Oh mijn god. Dat vind ik echt heel zielig. Stel dit overkomt je. Stel, maar even serieus. Stel dit overkomt je. Je staat op het punt om iemand ten huwelijk te vragen. Dus om te vragen of diegene voor de rest van zijn of haar leven bij je wilt zijn. En je komt erachter dat diegene contact heeft met een ander. Op zo'n niveau. I would die. I would literally die. Nee, niet letterlijk. Je bent aan het lachen. Met wie heb je contact? Dus de pizza. Oh, je bent echt met iemand aan het sms. Ik maak een grapje. Wauw, 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 wauw. Naast me, ik wil je nog wat ten huwelijk vragen. Maar dit is de pizza bezorger. Hij staat voor de deur. Dit is jouw telefoon. Nee, ik vind het wel echt heel zielig. Ik wil deze guy knuffelen. Hij heeft trouwens echt die ring weggegooid, hè. Hij heeft gewoon zo... Top, Kobe. Ik vond in de Rijn of zo. Ik heb geen idee. Maar het gekke is dat ondanks dat zij het huwelijksaanzoek heeft verneukt, dat dit nog het geval is.
Het is niet zo dat we elkaar niet vertrouwen. Het is eerder dat ik iets meer wantrouwig ben als hem. Als hij overuren werkt, dus dan is hij in de nacht aan het werk, dan heb ik al gelijk van, wat is hij aan het doen? Aan het werk. Hij is aan het werk. Hij is aan het sparen voor een snorkel, zodat hij die kutring weer kan opduiken ergens op de bodem van de Rijn. Waarom de fuck ben jij wantrouwig? Wat voor werk doe je, als ik vraag me? Slotenmaker. Sorelis is slotenmaker? Fuck. Dat is chill. Dat is nog chiller dan stuntman zijn. Stuntman zijn is helemaal niet chill, dat zeg ik. Stuntman zijn is de minst chille baan van de wereld. Dan kom je aan op je werk en dan zegt iemand, zie je dat fucking levensgevaarlijk hoge gebouw daar? Nee, niet die. Nee, die met die vlammen. Ja, die. Daar moet jij straks vanaf springen. Op een eenwieler. Maar slotenmaker? Hoe chill. Die hele branche kan al voortleven aan alleen mij. Weet je, vaak bij het andere huis voor de deur stond, sleutel vergeten, komt iemand langs, sloop een deur en krijg nog 180 euro. Een soort omgekeerde dief. Nou, zij is dus vet jaloers omdat, en jawel, dit had hij kunnen weten, dus het is ook best wel zijn fout. Er zijn ook vrouwen die hun sleutel vergeten. Dus dan wordt hij soms wel eens gebeld en dan belt een vrouw of zo. En dan heb ik echt zoiets van, oh, en dan bel ik hem. Ben je al klaar? En wie was het? Waar ben je? Weet je dat? Waarom kies je dan ook die baan? Je hebt een vriendin. Het zijn echt van die mensen die zeg maar in elke situatie iets vinden om jaloers op te zijn. Fucking irritant lijkt me dat. Maar ik vind het wel een leuk stel. Ik vind het best wel schattig. Ik vind het cute. Vooral Sorelis vind ik ook heel cute. En ik vind het allemaal leuke stelletjes. Maar ook de verleidsters zijn heel leuk. Noem ik ze zo nog? Ja, ik noem ze gewoon nog zo. Ik heb scheid. De verleidsters zijn ook heel leuk. En laten we even kijken wie er allemaal zijn. Ik ben Karee. Ik ben actrice van beroep, maar ik ben van plan om op Temptation Island gewoon 100% mezelf te zijn. Ik ben ook een klein beetje een geek, dus als één van de jongens dat heeft, dan komt het helemaal goed. Ja, dit is dus Karee. En ze is, zoals ze zei, een actrice van onder andere Vakkenvullers. Misschien kennen jullie het wel, ik denk allemaal. Het is vakkenfilm bekeken. En Karee, ken ik. Ik ken Karee. Ik ken gewoon iemand uit Temptation Island in dit seizoen. Wat een topseizoen, nu al. Yes. En dat is het niet allemaal, mensen. Ik heb wel eens... met Karee geacteerd. Zie je, die hoes was helemaal niet echt. Die acteerde ik. Nee, die is niet waar. Maar ik heb wel eens met haar geacteerd. Moet je kijken. Ja. Zo, het zit er in mijn oog. Oh my god! Ik knipoogde. Niet naar haar, maar ik knipoogde. En ik liep verder en ik zei, wow, er zit wat in mijn oog. Hoe goed geacteerd. Zeg dan was goed geacteerd van me, dankjewel. En dat niet alleen, mensen. Het werd nog beter. Ik heb afgelopen februari nog, in 2020, een video opgenomen met Karee. Die staat op mijn kanaal. Hi! Hi. Leuk dat jullie weer kijken op je brakke zondagochtend. Ik hoop dat je gisteren veel hebt gezopen. Heb je dat niet, zoals ik altijd zeg, zoek vrienden? Oeh. Ja, dat zeg je altijd. Dat is eigenlijk nu om daar. Ja, noem me een simp. Noem me een fan. Ik ben een fan van Karee. En besef even dat Karee dan in dit seizoen van Temptation Island zit. Heb je enig idee hoe ik de trailer van dit seizoen keek? Dat is helemaal niet waar. Waarom zou ik zo'n trailer bekijken? Maar ik was wel echt hyped. Ik vond het fucking leuk. Karee doet mee. Hey, Karee die bood ook aan om samen met mij een video te maken over Temptation Island dit seizoen. Voor op mijn kanaal. Dus wil je dat nou zien, laat dat even weten in de comments. En we gaan door naar Rosanne. En Rosanne, die denkt ja, dat dit een soort sollicitatiegesprek is. Ik ben Rosanne. Ik ben zelfstandig ondernemer en model. Ik heb veel ambitie. Ook in de liefde. Door mijn levenservaring heb ik heel veel te bieden. En dames, heel veel respect voor jullie dat jullie hier aan meedoen. Luister, is dit niet exact wat je zou zeggen? Stel je solliciteert nu, gewoon nu, bij de Albert Heijn. Dan, vriend, ik heb ambitie. Ik heb levenservaring. Ik heb veel te bieden. Ik heb respect voor je deelname aan het Albert Heijn team, weet ik veel. Ik ben na dat gesprek direct een vakkenvuller. Misschien dat Karee dan nog tegenkomt. Maar de levensles is dus dat je ver komt met cliché dingen zeggen. En Maaike weet dit maar al te goed. Mijn naam is Mike, ik ben 27 jaar. Ik ben graag met iemand waarmee ik echt een team kan vormen. Het klinkt misschien heel cliché wat ik nou ga zeggen. Maar het leven is kort, dus geniet van elke dag en lach. Holy fuck, dat was inderdaad cliché. Er is geen woord aangelogen, Mike. Normaal gesproken zeg je toch van, het klinkt een beetje cliché. En dan zeg je stiekem iets niet clichés. Of net op het randje, weet je wel, dat mensen denken, oh, nou, je kan het een cliché noemen, maar ik vind dat je gelijk hebt. En je bent bescheiden. Win-win situatie. Maar dit was echt fucking cliché. Dat is niet de bedoeling, Mike. Ik denk dat als ik nu google, meest cliché quotes, that's it, enter, staat er heel groot,
Het leven is kort, geniet van elke dag en lach. Hoi, ik ben Lia. Ik zoek altijd het beste in anderen en hoop een man te vinden die dit ook voor mij kan doen. Ik sta klaar voor elke avontuur en misschien is dat wel hier. Wacht, opnieuw. Wacht, sorry, ik ontbreek het weer. We gaan eventjes opnieuw. Ik verstond het niet zo goed. Of ik begrijp het niet zo goed. Laten we heel even opnieuw gaan kijken. Ik zoek altijd het beste in anderen en hoop een man te vinden die dit ook voor mij kan doen. Wat zegt ze nou? Wat zegt ze? Ja, ik weet wel wat ze zegt, maar ik begrijp het gewoon niet. Ze hoopt een man te vinden die wat voor haar kan doen? Het beste in anderen zoeken, dat zegt ze. Hé, schat, ik ga even boodschappen doen. Zou jij ondertussen voor mij het beste in anderen willen zoeken? Wat? Nee, dat is flauw. Deze meiden die stikken natuurlijk van de zenuwen. Ik vind het wel jammer dat ze niet ieders voorstelronde hebben uitgezonden. Dus misschien voor de volgende aflevering. Nou, in ieder geval, de stelletjes die nemen afscheid. Komt goed, schatje. Ja? Ja. Vrouwen janken. Positief. Dat is echt het beste. Rij positief. Mannen janken. Jongens, de handboeien zijn echt los. We gaan er wat van maken met z'n allen. En toen reden ze net na een afscheid richting de villa. Mannen nog steeds aan het janken, maar gelukkig zeiden ze hele troostende woorden tegen elkaar. Boys, ja. Boys, gewoon even serieus. Ik heb sowieso respect voor jou, 9 jaar. Hoe oud ben je? Ja, 32. Dat betekent dat je je hele gloriejaren met één chick bent. Ja. Voor jou ook. Ja. Hey, never nooit in mijn leven, broer. Never nooit, grap. Waar zijn die chickies, man? Roekoe! Kom maar, hoor. Lokroep. Onze vriendinnen zijn weg, ik kan komen. Lokroepen, ja. Vogelgeluiden. Ja, gaan we het echt doen? We maken vogelgeluiden om vrouwen naar je toe te... Wat de hel? Vind je het gek dat je vriendin wilt uitzoeken of het gras ergens anders groener is? Als je zo vrouwen versiert... Maar niet allemaal, trouwens. Nee? Sorry. Jezus, wat is zijn naam nou? Knuffelbeer, die zegt echt het allerliefste... Wat ik in 150 jaar heb gehoord. De andere jongens waren een beetje teleurgesteld. Dat we met z'n vieren bleven overnachten. Maar ja, voor mij was het meer van... Ik heb het ook leuk met jullie. Ik wil deze guy knuffelen. Ik wil hem gewoon nu knuffelen. Ik wil hem nog liever knuffelen dan chocola. Waarom is dit niet mijn allerbeste mattie? Ik wil dat gewoon. En dat is niet het enige. Hè? Kijk even hoe lief dit is. Nee, ik voel wel moeilijk in slaap, man. Ja. Dat is wel altijd draaien. Je kan me niet vertellen dat je nu al je vrouw mist. Ja, ik mis haar hard. Maar eerlijk, wat ik jullie dus vandaag hoorde zeggen, jij wil wel na deze ervaring wil je met haar gaan trouwen. Ja, man. Ja, ik zei net chocola en toen dacht ik heb echt fucking trek in chocola. Maar, hij is niet de enige. Nee, er is er nog eentje. Dat is de plek. Ik heb een ring bij me, man. Ik heb een ring bij me. Ja? Ja, man. Mooi boy. Ja, man. Mooi boy. Jawel, man. En wat er nu gebeurt, dat kan alleen bij Temptation gebeuren. Dit geloof je echt niet. Wat is er kutter dan wanneer je op een feestje komt en iemand heeft exact hetzelfde outfit aan? Ik laat jullie even nadenken. Wat is er kutter dan dat? Nou, ik heb het antwoord voor jullie. Dat is dit. Hey. Bro, wat? Hey, we hebben er gewoon hetzelfde, man. Nee. Ja, man. Nee. Ja, ik zweer het. Nee. Precies. Nee. Precies. Precies hetzelfde. Dat moet een teken zijn of zo. Dat kan niet anders. Ja, het teken dat jullie exact dezelfde aanbieding hebben zien staan bij Ducati. Geintje. Nee, ik hoop oprecht dat het feestje doorgaat. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Vooral bij Soredes. Maar genoeg gelul over trouwen. Mannen, wat vinden we van de fucking villa? Yeah. Hey. Dit is wel het leven wat Pablo leefde, volgens mij. En ik ken er wel aan wennen ook. Ja, dat kan natuurlijk. Hiermee bedoelt hij trouwens Pablo Escobar. En als je hem niet kent, hij is zeg maar de grootste drugshandelaar die de wereld ooit heeft gekend. En is bekend van zijn deelname aan Temptation Island Love or Leave. Dus ja, ze hebben inderdaad een beetje hetzelfde leven. Hey, ik denk dat het wel genoeg is voor vandaag. Ik heb niet heel veel van de aflevering laten zien, I know. Maar dat komt ook omdat het vooral ging om het voorstellen. En aflevering 2 en 3 wil ik aanstaande zondag doen. Dus laat even weten of ik dat moet doen. Of dat de moeite waard is. Laat ook even weten als ik de Temptation Island video's moet blijven maken. Of ik er eentje met Carré moet maken. En of je First Days nog wilt zien. Want volgens mij wordt dat ook gewoon uitgezonden. Nou goed. Verder wil ik nog even zeggen. RTL heeft mij niet gevraagd om deze video's te maken. Just so you know. Niet gevraagd. Ik word er ook niet voor betaald. Niks. Gewoon. Ik word niet voor betaald. Niet gevraagd. Maar ik wil wel betaald worden. Dus RTL, als je dit ziet. Oké, nou, ik zie jullie wel dat allemaal. You. Ik heb geschokt.